Ik moet zeggen, het gaat nu in fases. Ik ben heel erg benieuwd. Ga voor wat jij wil en voor wat je blij maakt. Hier, daar ben je mee. Ijskraam. Alsof de grond even onder me wegzakte. Zo heb ik me echt gevoeld. Slapen. De jongens hebben even gegeten. Ik heb zelf echt weinig trek, moet ik zeggen. Ik heb vanochtend een klein beetje gegeten, maar niet veel. Gisteren had ik ook niet veel gegeten. Nee, ik heb nog geen broodje gegeten. Is me eens even aan het spelen. Maar ik heb net wel eitjes gekookt. Dus ik ga die denk ik zo wel even eten. Maar dan gewoon even zonder iets. Alleen de eitjes. Het is echt niet veel. Maar ja... Ik moet zeggen, het gaat nu in fases. De ene keer heb ik wel trek. Gisteravond heb ik wel wat avond gegeten bij mijn ouders. Maar vandaag, nee, ik heb weinig eetlust. Goed, kleine beetjes. Dat ik in ieder geval iets eet is goed. En lekker veel drinken. Ik tegenzet. En ik moet hier eventjes de... Ik moet hier even de vriezer ontdooien. Alleen... ik had dus een sprayer klaargelegd bij mijn ouders. En dan kan je met heet water, kun je dat zeg maar zo goed eraf krijgen. Want het zou wel handig zijn als ik ook de vriezer een beetje kan gebruiken. Maar ik dacht ja, normaal kun je dus ook als het van binnenuit is, dan kun je bijvoorbeeld een pan met kokend water erin zetten. Maar je kunt dat nu niet doen natuurlijk, omdat de hele voorkant dicht zit. En toen dacht ik, oh dan kan ik hem insprayen met heet water. Maar nu zit ik te denken of ik moet het... ik heb water gekookt dat ik een beetje met een doek misschien, met warm water en een doek. Maar ik kan ook even wachten tot morgen, dan komt mijn moeder hier namelijk ook even naartoe. En dan ga ik even boodschapjes doen, alleen maar dit, ja, dit wordt hem gewoon niet denk ik. Want ik moet gewoon even het insprayen denk ik met kokend water. Kijk, nu gaat het een eeuwigheid duren. Ja. Dat is gewoon niet zo handig. Nee, ik ga dit voor morgen bewaren. Ik moet even een mailtje sturen. En dan ga ik even mijn eitjes eten. Eitjes, geen ijsjes. Ja, dat mag wel. Ik weet niet of ze zacht gekookt zijn of hard gekookt. Ik denk dat ze wel goed zijn, maar... Ik had ze 8 minuten gekookt. Vaak vind ik ze dan het lekkerst. Maar ik vind het ook niet erg als een eitje een klein beetje zacht gekookt is. Niet te veel, want dat vind ik dan weer niet lekker. En deze is trouwens erg lekker. Ik weet niet of ik dat al had benoemd. Maar die had ik bij de Action gekocht, een tijdje terug. In de shoplog kun je het zien. Maar het is echt een hele lekkere. Er zit dus ook zeezout in. Even kijken, knoflookvlokken, chilivlokken, bieslook, paprikavlokken en uienvlokken. Ik vind hem echt wel lekker. En ik gebruik hem dagelijks. En ik had ook zo'n zeezout. Die staat daar nog op. Of zeezout, wat is dat? Welke was dat nou? Even kijken. Dit is... Oh, pink salt. En die is ook lekker. Maar ja, hier zit dus ook al zout in. Ik ruik lekker. Ik ruik naar ei, hè? Ruik naar ei. Ja. Laten we eens even een hapje nemen. Nou, dat is ook wel genoeg.
Deze is goed gelukt. Laat me even weten in de comments of jij liever een zacht gekookt eitje hebt of een hard gekookt eitje of ertussenin. Ik ben wel heel benieuwd. En hoe lang kook je hem dan? Want dat is echt de key natuurlijk. Überhaupt ben ik wel benieuwd hoe jij, als je eieren lekker vindt, vind je dan... Ik een ei ook. Vind je dan gekookt ei het lekkerst? Of gebakken ei? Of omelet? Of gepocheerd ei? Of nou ja, scrambled eggs vind ik ook heel lekker. Nou, klein hapje. En de red velvet brownie. Lekker. Maar ik doe het rustig aan. Kleine beetje eten. Vanavond, ja, ik heb gewone aardappels. Maar eigenlijk wil ik die uit de oven gaan klaarmaken. Maar ik moet even kijken of dat gaat lukken. Daar heb ik wel zin in. Ik heb niet zo zin in gekookte aardappels. En ik heb een nieuwe van... maar dat laat ik vanavond wel zien. Is een vega zalmfilet. Vegan, geen idee. Heb ik nog niet eerder gehad. Dus ik ben benieuwd. Maar dat voor later. Nu ga ik nog een eitje eten. Even lekker bij de speeltuin geweest. En nu, de jongens hebben een paar chippies in een bakkie. Ja, konijnenchippies. En ik ga even lekker deze nemen. Woehoe. Ziet er lekker uit, hè? En die ook. En lekker een kopje koffie erbij. Het is pas 4:15, maar ik ga alvast even het avondeten voorbereiden. Ik ga de aardappeltjes uit de oven maken. Ik heb gewoon dit soort aardappels. Kijk! Oh, de ijsbeer! Dus broccoli bij en... Oh, heb je je tas ingepakt? Ja, heel veel met spullen. Wauw. En ik heb dus deze plantaardige zalmfilet. Ik ben heel erg benieuwd. En ik weet niet hoe ik deze klaar ga maken. Ik denk gewoon in de pan. Ja, ik denk dat ze gewoon in de pan opwarm. En dan verdeel ik die even over ons drieën. Maar ik ben benieuwd. Ik heb deze nog niet geprobeerd. Dus nou ja, ik zal erop terugkomen of het lekker is of niet. Ik denk dat het ook wel uitmaakt hoe je het klaarmaakt. En een beetje kruiden misschien of zo. Maar ja, ik ben wel heel benieuwd. Dus dat ga ik even lekker maken. Olijfolie opgedaan. Een klein beetje van deze weer. En dan ga ik nu in de oven doen. Ik weet niet hoe lang het moet. Ik denk ongeveer 30 minuutjes. Ik heb ze ongeveer 6 minuutjes even voorgekookt. Zodat ze wel al een beetje sneller gaar worden. En dan ja, ga ik lekker in de oven doen. Ik ga ze in de pan gooien. Ik ben echt benieuwd ook naar de structuur van deze dingen. Oh, dit ziet er wel goed uit. Ondertussen kook ik ook even de broccoli. Even die nog omdraaien. Ja, ik ga ook nog even lekker wat wortels snijden en paprika. Hè? Om zo te eten. Ik heb even een stukje alvast afgesneden. Van de zalm. Even proeven. Wow, dit is bizar. Dit heeft echt een vissmaak. Huh? Wow, nog even een stukje.
Dit is echt heel apart, want dit smaakt echt gewoon naar vis. Ik vind het wel heel lekker, moet ik zeggen. Maar ik ben heel benieuwd wat de jongens ervan vinden. Aardappeltjes zijn bijna klaar, broccoli is klaar. Dan kunnen we eten. Maar lekker. Ik zou zeggen aanraden. Ik denk, als ik nog een beetje zou kruiden, maar het heeft het echt niet nodig. Want het heeft veel smaak van zichzelf. Hier krijg ik wel weer trek van. Dat is een goed teken. Zo, de aardappeltjes zijn ook lekker klaar. Mee? Goed zo. Ga maar zitten, jongens. Daar komt het maaltijdje. Gebakken aardappels, hè? Of aardappels uit de oven. Huh? Nou, jongens, eet smakelijk. Een beetje. Oh ja. Eet smakelijk, kan niet. Het is wel duidelijk. Dat het geven. Dat het goedgekeurd is. De jongens liggen al een tijdje op bed, lekker te slapen. Ik zit lekker weer met een kopje thee op de bank. Ik drink echt heel veel thee de afgelopen tijd. Ja, het wordt ook weer kouder en zo. En ik vind het gewoon, ik vind het nu minder lekker om gewoon water te drinken. Dus ik drink gewoon veel thee. Oeh, ik zie dat mijn laptop bijna leeg is. Ik was namelijk eventjes... ik weet helemaal niet of jullie het interessant vinden. Maar ik ben natuurlijk... ik heb mijn kanaal gemonetized. En dat is heel vet. Maar daarvoor moet je allemaal stappen ondernemen. Om uiteindelijk ook daadwerkelijk uitbetaald te krijgen. Ik vind het sowieso echt bizar en onwerkelijk dat het zover is nog steeds. En dat ik gewoon, ik kan nu per dag zien een indicatie van wat je ongeveer verdient. Ik ben benieuwd, zeg maar, er staat elke keer geschatte opbrengst. Dus je weet niet wat de uiteindelijke opbrengst gaat zijn. Maar om dus ook uitbetaald te krijgen, moet je je identiteit bevestigen, verifiëren. Je moet je adres verifiëren. Je krijgt dan een code opgestuurd naar je adres. En ik dacht, nou, dat duurt echt wel even. Maar die is vorige week verstuurd, dacht ik. Even kijken, het was 18 oktober. Ja, precies een week geleden. En vandaag kwam die code aan en heb ik dus net ingevuld. En als het goed is, is het nu dus helemaal in orde. Als dan het eind van de maand bereikt is, dan krijg je als het goed is de volgende maand uitbetaald. Maar dat betekent dat ik gewoon... en je hebt ook een grens. Je hebt een grens vanaf wanneer je uitbetaald krijgt. In Nederland is dat 70 euro. Ik weet niet hoe dat in andere landen zit. Maar je moet zeg maar minimaal 70 euro hebben verdiend om uitbetaald te krijgen. Maar ik zit daar nu overheen. En dat vind ik echt zo bizar. Ik vind het zo bizar gewoon. En dan betekent het dus dat ik volgende maand mijn eerste uitbetaling krijg van YouTube. Ik vind het gewoon bizar. Het is zo ontzettend tof. En ja, misschien denken jullie wel van jeetje, weet je, voor mij is het gewoon een hele... En misschien is het wel leuk om even kort te vertellen. Ik weet niet of ik dat al eerder verteld in de vlog. Maar ik vertel het gewoon nog even in het kort een keer. Voordat ik zelf ging vloggen, keek ik altijd best wel veel video's van andere vloggers. Ik vond dat heel leuk. Ik keek op best wel veel verschillende vlogsters. Vooral vrouwelijke vlogsters. Waarmee ik me dan enigszins kon identificeren. Maar ik had ook altijd wel zoiets van ja, het lijkt me een heel apart leven. Het lijkt me heel... een heel bizar bestaan. En ook wel apart dat je gewoon alles vastlegt wat je doet. En hoe gaat dat dan precies? En ja, ik weet niet, ik was daar wel vaak over nadenken van... hoe zou dat voor die vlogsters zijn? En ergens vond ik het heel tof dat die mensen gewoon deden wat ze heel graag deden. En daar hun geld mee verdienden. En ik had nooit bedacht eigenlijk... Ja, het is niet helemaal waar, want ik heb het wel, ik heb erover nagedacht. Ik heb wel eens gedacht, hoe zou het zijn als ik dat zou doen? En ik dacht altijd, ja, wie wil er nou kijken naar wat ik te melden heb? Zo ga je toch denken. Misschien is dat ook heel normaal hoor. Omdat je gewoon denkt van ja, hè, waarom gaan mensen naar mij kijken? Wat heb ik nou te vertellen? En toen was er een moment, en dat is, ja... Het wordt toch niet heel kort, ben ik bang. Maar ik ben iemand, ik ga altijd heel erg af. Klinkt een beetje zweverig, maar ik heb heel veel connectie met mijn dromen. Als ik in de nacht iets droom, dan
Ik heb er altijd een soort van, ja, heel intuïtief gezien een heel bijzonder gevoel bij gehad. Ik heb heel vaak gehad dat ik iets droomde en dat ik dan soms de nacht daarna al en soms een tijdje daarna ineens dat het kwartje viel van, oh, dat ging daarover. Ik geloof namelijk ook echt wel dat je dromen je iets vertellen, onbewust. Het is een manier van verwerken, maar het is soms ook een manier van een inzicht ontvangen. Omdat het onbewust gebeurt en jij niet met je ratio in de weg kan staan. Dat je denkt van, ja, mijn gevoel zegt dit en dit en dit. Maar hè, is het wel verstandig? Bladibladibla. Nou, dat is dan in mijn ogen je ego of je ratio die daar vaak keihard tegen ingaat. Maar in je dromen is dat stukje uit en komt er slechts tot jou wat er heel diep van binnen zit. En wat, denk ik, in verbinding staat met je gevoel. Ik hoop dat jullie me nog kunnen volgen. Maar ik heb ook tijdens mijn studie mijn scriptie geschreven over dromen. En dan in relatie tot kunst. Hoe andere kunstenaars hun dromen hebben ingezet. Om bijvoorbeeld beelden te creëren. Ik ben er zelf mee afgestudeerd om ook mijn droombeelden te vertalen naar mijn de verbeelding daarvan, hoe ik dat vorm kon geven. Heel interessant proces en ik heb altijd, ja, ik ben nooit uitgelezen en geleerd over dromen. Ik vind het zo interessant, zo bizar hoe het werkt en dat ze ook nog steeds niet helemaal hun vinger erop kunnen leggen. Er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken geweest naar wat er nou precies gebeurt, hè, als je droomt. En ja, ik vind het wetenschappelijk stuk heel interessant. Maar ik vind het ook het spirituele stuk ervan nog veel interessanter. Ik ben wel zo iemand die, ik vind het heel tof om dingen van verschillende aspecten te bekijken. En ik ben zelf best wel spiritueel. En daarnaast vind ik het ook wel interessant hoe dingen aangetoond kunnen worden. Om het ook een vorm te geven. En ik vind het zelf ook interessant. Ja, ik ga vaak tot het gaatje om iets te kunnen begrijpen. Al is het wel zo dat, en dat heb ik ook in mijn scriptie wel omschreven, dat dromen zijn natuurlijk iets ongrijpbaars. Omdat je het, ja, de enige die weet wat jij hebt gedroomd ben jezelf. En je kunt het vaak niet meer vastpakken als je wakker wordt. Dan is het weg, maar het kan wel ook heel veel indruk op je maken. Het kan echt diep geworteld zitten. Als je nachtmerrie hebt, dan kun je je daar soms echt de hele dag helemaal beroerd door voelen gewoon. Of soms nog weken, of het keert terug. Of, nou, ik vind het zo'n ontzettend boeiende wereld en zo fantastisch. Maar om even fast forward naar het punt van mijn verhaal, is dat ik ben begonnen met vloggen omdat ik op een gegeven moment, toen Elias geboren is, heb ik nachtenlang achter elkaar gedroomd dat ik aan het vloggen was. In eerste instantie dacht ik, ja ik keek vlogs en ik dacht, misschien is dat de reden waarom ik dat droom, dat ik dat zelf vlog. En ik heb het wel eens gedacht van, oh, zou het zijn als ik zou vloggen. Maar het ging niet meer weg. En dat is iets bij mij, juist omdat ik die droom zo interessant vind en ik het altijd zie als een soort boodschap. Ik probeer er echt ook naar te luisteren en het uit te pluizen wat het dan betekent, hè, als je iets droomt. En vaak is het echt totaal niet letterlijk wat je droomt. Maar dit was zo letterlijk en ik kon er niet meer onderuit. En ik ging weer slapen en in die gebroken nachten die ik had met Elias. En ik bleef maar dromen dat ik aan het vloggen was. En toen dacht ik, er was ineens, nou, ik heb het echt wel 3 weken lang nachten achter elkaar gedroomd. En toen dacht ik, en nu ga ik gewoon beginnen. En ik zie het wel. Ik denk, ja, ik kan het niet meer doen. Ik moet dit blijkbaar doen. Ik kon er niet meer onderuit. Want ik genoot er ook van in die droom. Ik vond het heel leuk om te doen. En toen dacht ik, ja, waarom doe ik het dan eigenlijk niet? Wat heb ik te verliezen? Dus lang verhaal kort. Ik had gewoon nooit gedacht dat als ik het dan zou doen en ik dacht, ik begin gewoon en ik zie het allemaal wel. En
ik had dan wel het voordeel dat ik al wist hoe ik video's moest editen. Want ik heb notabene een studie gedaan, video en animatie ook, voor mijn andere studie. Ja, dat was voor mij zeg maar peanuts. Ik kan al editen, ik wist alle dingen. Dat stukje hoefde ik niet meer uit te vogelen. En ik vind dat ook nog eens heel erg leuk om video's te bewerken. En ja, ik dacht, nou, let's go, we gaan het gewoon proberen. En nu, even kijken, ik ben in december begonnen. Volgens mij 15 december, dacht ik. Is dat zo? Ik kan het nou even niet zo snel terugvinden. 15 december 2020. En we zitten nu in oktober 2022. En nu ben ik dus gewoon bijna 2 jaar aan het vloggen. En verdien ik er geld mee. En dat is voor mij gewoon... En daarbij, hè, ik bedoel, ik krijg van jullie alleen maar liefde. Ik dacht ook wel eens van, ja, als ik dit ga doen, dan krijg ik vast heel veel haatreacties. Want dat hoort er nou eenmaal bij. Ik zag dat ook voorbij komen bij al die andere YouTubers. En ik denk, ja, nou ja, dat eigenlijk... Ik heb een knop omgezet dat ik ook wel dacht van, ja, het interesseert me eigenlijk niet wat mensen gaan zeggen, want ik doe het ook echt omdat ik het leuk vind en ik wil het uitproberen. En ja, of mensen het leuk vinden of niet, dat wist ik toen natuurlijk niet. Maar ik krijg gewoon alleen maar liefde. En zoveel lieve reacties, zoveel lieve berichtjes, iedere keer weer, iedere week opnieuw. En dat is voor mij ook zo... Ja, het is gewoon bizar om dat te realiseren. Dat ik dacht, ik moest dit blijkbaar doen. Ik krijg ook heel vaak... En weet je, voor mij is het niet, voelt het niet alsof ik iets speciaals doe. Ik deel gewoon letterlijk wat ik doe in mijn leven. En ik maak er wat leuks van. Probeer ik in ieder geval ook op dit moment. Terwijl ik mijn leven echt nu op dit moment als een soort kaartenhuis in elkaar zie donderen. Toch is dit dan zo'n positief ding in mijn leven waar ik me helemaal... een hele ei in kwijt kan. En dat het ook nog eens een geweldige bijkomstigheid is dat jullie het al zo leuk vinden. En dat ik zoveel fantastische volgers heb. Ja, ik vind het gewoon bizar. Ik ben nu echt... Ik ben al 11 minuten aan het lullen. Maar ik vind het toch wel leuk en interessant om dat te zeggen. Om dat te vertellen. Omdat ik ook daarmee misschien weer hoop zo van... Als er nou iets is waarvan jij bijvoorbeeld al heel lang denkt... Ik wil dat doen... Maar ik ben bang voor reacties van anderen of van je omgeving. Of je denkt van ja, is het wel iets voor mij? Of weet je, het kan alle kanten op. Maar kijk, voor mij was het heel duidelijk door middel van die dromen. Omdat dat voor mij persoonlijk een hele directe berichtgeving is. Naar mij als persoon van ja, als ik dat droom, dan weet ik van... Dan moet ik het gaan doen. Maar voor jou kan het iets anders zijn. Of gewoon je gevoel. Dat je denkt, ik moet dit doen. Maar iets houdt me tegen. Ik wil je bij deze dan toch die reminder geven. Van, ga er alsjeblieft gewoon voor. Ga ervoor. Want je kunt er altijd nog mee stoppen. En als je het niet doet. Ja, dan krijg je spijt. Je moet het op zijn minst proberen. Volg je dromen. Ga voor wat jij wil. En voor wat je blij maakt. Dat wil ik je heel graag meegeven. En ja, nou, dat ik ga nu even lekker genieten van dit gevoel. Want dit is een heel fijn gevoel in deze barre tijden. En daar probeer ik me dan maar op te focussen. Deze dingen zijn fantastisch mooi. En ik word er zo ontzettend blij van. Ja, bizar. En ik ga zo even lekker nog een serietje kijken. Ga ervoor. Maar je hebt melk. Ja, lekker van die Honey Loops. Ga je lekker zitten op de bank. Hè? Popcorn lijkt het wel. Oh ja. Wie zat op de muur? Elias, daar zit hij al vast. Het is je schaduw. Kijk. Mama heeft het ook, zie je? Kijk, daar ben je weer. Kijk, Elias. Hier, daar ben je weer. Wie is dat? Ismaël. Ismaël. De schaduw Ismaël. Even kijken.
geven. Ja. Oh, dat is lief. Mwah. Lekker slapen. Daddy aan. Bonga. 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 Hallo. Nog eens. Dan gaan we weer. Everyone on board. Wieeuw. Oh jongens. Zo hard. Smile. Hey, het is vandaag woensdag. Het is vandaag woensdag, hè? Ik wil Spidey kijken. Wil je Spidey kijken? Ja. Ja, dat mag wel. We zijn net lekker bij 2 speeltuinen geweest, hè? Ja. Maar dat was lekker. Het is prachtig weer. De zon schijnt hier ook lekker naar binnen. Dus dat is heerlijk. Ik ga zo even lekker lunch maken. Maar ik ben een What I Eat in a Day aan het filmen. Dus daarin zal je dat voorbij zien komen. En... ik heb zin in een bakje koffie ook nog. Ik heb er nog maar 1 gehad. Vanmiddag ga ik even boodschappen doen. Mijn moeder komt hier even heen. En dan kan ik even weg voor de boodschappen. Dus dat is fijn. Ik heb een mega vervelende puist hier zitten. Dat is echt even minder. Maar ik heb de laatste tijd wel vaker last van puisten. Nou heb ik ook best wel wat shizzle gevroten. Zoals donuts en dat soort dingen. Dat is nou niet echt... Ja, oma komt zo. Dat is nog niet echt bevorderlijk voor mijn huid. En ik weet ook niet hoe mijn huid gaat zijn nu ik natuurlijk geen anticonceptie gebruik. Dus ja, geen idee. Dit is wat het is. Maar ik merk dat ik wel echt iedere dag of iedere om de 2 dagen weer een nieuwe pukkel heb. En het doet echt heel veel zeer. Ik ga even Elias uit bed halen. Kijk, Elias is al wakker. Dus dat komt mooi uit. Nou, die heeft echt even lekker een poos geslapen. En die gaan we nu eruit halen. Ik ben trouwens echt zo blij met deze blouse. Ik vind hem echt ontzettend leuk. Ik heb net boodschapjes gedaan. En ik denk dat ik even een... shoplog ga opnemen later, want ik heb echt best wel het een en ander gehaald. Maar ik heb eerst heel veel dorst, dus eerst ga ik even lekker wat drinken nemen. Shoplog komt dan, even kijken, volgende week online, want aanstaande vrijdag voor... Nee, wacht even, dat zeg ik niet goed. Aanstaande vrijdag voor jullie komt dan de shoplog online, ja, zo zit het. Hey, het is vandaag donderdag en het is al 11 uur. Ik smeer nu even een boterhammetje voor mezelf. Ik had nog niet ontbeten. Ja, voor jullie, voor de jongens, even een bakje met banaan en rozijntjes. Lekker. En ik ga even een kopje koffie zetten nog. We zijn net al lekker even bij de speeltuin geweest. Bij twee speeltuinen, ja. Was leuk en het is prachtig weer. Dus ik denk vanmiddag gaan we ook wel weer. Maar nu even wat eten. Ik heb eindelijk een beetje trek. Ik heb vanochtend wel heel veel thee gedronken. Maar ik had ook nog geen koffie gehad. Dus die gaat er nu in. Nog een keer, Elias. Nou. Oh. Ik maak hem heel hoog. Tada! Zelf gemaakt.
Ik ben even de video aan het editen voor een stuk. Ik had hem gisteren al een stukje geëdit. De What I Eat in a Day video. Ik ben heel benieuwd of je het leuk vindt. En Elias ligt al nou een uur en een kwartier ongeveer te slapen. Nee, iets langer al. Dus ik ga hem zo ook wakker maken. En dan gaan we nog even lekker wat drinken. Het was echt super mooi weer en nu regent het. Want ik zat nog te kijken van, oh, ik wil eigenlijk even nog wat leuks doen. Ik zat al te kijken naar een kinderboerderij of zo in de buurt. Of nog een leuke speeltuin. Maar het regent nu. Ja, maar dat is niet zo leuk als het... bij een kinderboerderij is het ook niet zo leuk als het zo regent. Want het wordt één gore modderbende. Nou, dan moeten we even binnen een spelletje gaan doen. En dan kunnen we, als het droog wordt, nog wel even naar een speeltuin hier in de buurt. Nee. Ja, wel. We gaan zo eerst gewoon even lekker wat drinken. Ik heb echt heel veel zin in een kopje koffie. Ik heb net ook nog eventjes op de bank mijn ogen dicht gedaan. Want ik was echt zo ontzettend moe. Ik merk soms... ik zit een beetje... Nou ja, voor hoever het kan... Probeer ik een beetje in mijn normale ritme te komen. Maar ik merk gewoon dat ik echt kapot moe ben. En ja, dat is gewoon logisch gezien de situatie. En ook omdat ik niet de rust heb van mijn eigen huis, mijn eigen spullen. Ja, je bent gewoon ook constant dat heen en weer. En ik moet nu ook verder reizen voor mijn werk. En morgen moet ik dan ook naar mijn werk. En dan echt heel vroeg op ook om alles op tijd te redden, zeg maar. Nou, op zich, als je je mind er dan opzet, dan is het allemaal wel te doen. Maar ik merk wel dat het me toch ook echt opbreekt op sommige momenten. En nou ja, doen wat kunnen. En dan als ik dus even zo'n momentje kan liggen. Ja, ik ging ook op de bank liggen en ik was gewoon zo weg. Mijn ogen vallen dicht en... Ismael lag even zo bij me. Die lag gewoon even lekker wat te kijken. En ik... moest gewoon even mijn ogen dicht. Maar nu ben ik er weer. Ik heb wel het zin in een kopje koffie. En ik ga dan Eliasje er even lekker uithalen. En nou ja, de video is... voor over de helft heb ik hem af. Dus dat is mooi, want dan kan die morgen lekker online. En wat dat betreft ben ik echt heel blij dat ik daarmee lekker op dreef ben. En dat ik het echt heel erg leuk vind. Dat is een heel positief stukje, heb ik al eerder benoemd. Maar ik vind het heel leuk dat dat lukt. En dat ik daar blij van word. Dus dat ik dat lekker door kan doen. En verder gewoon lekker met de jongens natuurlijk veel. Ja, morgen weer een dagje werken. Nu gaan we even Eliasje eruit halen. Ja. Ja. Flessen? Ja, jij ook. Maar vooral Elias, hè? Die zat te stunt. Elias zat lekker te kliederen en stunten. Ja, met gras en modder en nou ja. Moet die daar? Ja, misschien. Kan niet. Ik denk aan andere. Even kijken, deze Elias hier. Ja, en dan moet er olifant erbij misschien. Zo. Deze ook. En deze ook. Die is rood, hè? Een rood randje. Een roze, die horen er niet. Kijk, daar ligt nog een blauwe. Maar laat Elias die blauwe maar maken. Jij bent met die rode bezig. Hey, het is inmiddels zondag. En pittige dagen achter de rug. Het waren echt hele pittige dagen. Ik was mezelf in zekere zin echt even kwijt. Ik voelde alsof de grond even onder me wegzakte. Zo heb ik me echt gevoeld. En ik moest mezelf even herpakken. Dat is inmiddels redelijk gelukt. Maar het blijft gewoon ontzettend bizar en pijnlijk waar ik op dit moment in zit. Ja, ik heb ook gewoon bijna geen tranen meer ervoor. Het is bizar. Ik heb echt af en toe flinke jankbuien gehad. Maar ik voel van alles. En echt per dag is het ook weer anders. De ene dag voel ik me redelijk goed. En denk ik, het komt allemaal goed. De andere dag heb ik allerlei paniekaanvallen. En denk ik,
hoe moet het nou? En ja, weet je, het is niet zo dat ik niet weet hoe het moet. Het is alleen zo dat je gewoon natuurlijk afhankelijk bent van heel veel zaken. En aankomende week wordt ook een hele spannende week. Er is gewoon een hele hoop gaande en ik moet wachten op bepaalde beslissingen. En ja, dat gaat buiten mij om. Ik kan er alleen maar alles aan doen om... Weet je wat het is? Ik kan heel slecht tegen onrecht. Bij mij kon je altijd vrij ver gaan. Ik ben sowieso iemand, ik vind niks te gek eigenlijk, niet snel. Ik sta open voor heel veel dingen. Ik zal niet snel oordelen. Maar ik heb wel heel erg geleerd, zeker de afgelopen jaren, om echt, echt op mijn streep te staan als iemand mijn grens overgaat. En als het voor mij niet meer oké is, dan is het gewoon klaar. En dat klinkt heel hard, maar ik heb dat ook moeten leren. En het is niet zo dat ik iemand nooit meer zal vergeven of dat ik nooit meer ergens op terugkom. Maar dit afgelopen jaar staat voor mij wel in het teken van alles loslaten wat mij niet meer dient. Maar ja, je ziet het. Begin van deze week ging het redelijk oké. En ik weet ook niet eens meer wat ik allemaal heb gevlogd en wat niet. Ik heb video's opgenomen en op die momenten voelde ik me redelijk oké. Al krijg ik sommige momenten geen hap door mijn keel. Wat natuurlijk ook echt niet oké is. Maar dan overleef ik de dag nog een beetje. Bijvoorbeeld afgelopen vrijdag was echt, voelde als de hel op aarde. En gisteren ook, zaterdag. Ik had zo'n zware dag. En ik voelde me alleen maar heel erg leeg. Heel erg leeg. En vandaag gaat het gelukkig weer ietsje beter. En zo komen de dagen door. De een gewoon wat beter dan de ander. Ja, ik weet gewoon, uiteindelijk kom ik hier veel sterker uit. Maar ik zit nu echt midden in de storm. Het voelt als een orkaan wat alle kanten op kan gaan. Letterlijk. Ondanks dat ik ook wel weet dat het... Ja, dat bepaalde dingen gewoon niet realistisch zijn. En dat ik echt heel goed weet waar ik sta en hoeveel ik eraan doe om het goed te doen. En zeker ook voor de jongens. Is het ook een periode waarin ik heel onzeker word van alles. Omdat er gewoon een hoop dingen niet buiten je omgaan. En het is zo'n bizar proces. En nogmaals, ik heb eerdere breakups meegemaakt. En dan was ik ook echt helemaal kapot. Ik was echt kapot ervan. Maar toen waren er geen kinderen in het spel. En ik merk nu dat dat stukje mij zo enorm raakt. En dat ik mezelf natuurlijk ook heel erg verrot voel. Maar de kinderen, die zijn mijn wereld en die zijn mijn alles. En omdat zij nu ook in dit schuitje zitten... Ja, dat vind ik het meest pijnlijke en meest moeilijke stuk. En ik hoop alleen maar dat zij hier heel goed doorheen komen. En daar zal ik echt alles voor doen. Alles. Maar goed, ik wou toch weer even een update geven over hoe het gaat. En het dagboek van Mies is het geworden. Orkaan. En als de orkaan weg is en de regenbuien zijn weg en de donderwolken zijn weg, dan komt er altijd een tijd van zonneschijn. En ja, er zijn letterlijk momenten dat ik echt hulp vraag van boven, zeg maar, om gewoon hier doorheen te komen. En mijn familie, mijn ouders, mijn vriendinnen, die zeggen ook allemaal, het komt goed, het komt echt goed, hou je daar vast. En ik weet dat ook, ik weet dat het goed komt. Maar er zijn van die momenten dat je echt het zo even niet meer ziet, dat je iemand het 1000 keer kan zeggen, maar dat je het niet voelt. En gelukkig voel ik het vandaag wel weer, maar gisteren voelde ik dat niet. En vrijdagavond heb ik het ook niet gevoeld. En dat vind ik echt een verschrikkelijk gevoel, want dat hoort ook niet bij mij. Ik ben altijd degene die zegt, het komt goed. En dat zeg ik nu weer, maar sommige momenten is het even weg. En dat vind ik heel eng, die momenten, omdat ik dan mezelf ook niet meer ken. Omdat ik altijd positief kijk en altijd
het glas half vol is en niet half leeg. Maar er komen betere tijden aan. Ik hoop dat ik het ergste heb gehad. Ik weet het niet zeker, maar alle materie, alle materiële zaken, het is allemaal leuk en aardig. Maar uiteindelijk is alles vervangbaar, maar mijn kinderen niet. Ja, dat realiseer ik me ook. Alles is vervangbaar. Welke kant de bal ook oprolt. Goed jongens, ik ga even een kopje thee zetten. Pukkie. Jeetje, Mina is wel. Nog eentje? Ja, dit nog eentje. Nog eentje. Nog een hondje. Nog een hondje? Wauw, wat mooi. Hijskraan. Hijskraan. Mooi hoor. Deze ook hij. Kijk. Ja. Ja? Dan ga je nog een tekening maken. Oma, kijk. Ja? En wieltjes. Wieltjes. Mooi hoor. Oma, kom eens. Het is alweer zondagavond en ik heb lekker even gedoucht. De jongens liggen te slapen. Ik ben de vlog aan het editen. Ups en downs, jongens. Ups en downs. Ik ga morgen weer een dagje werken. En ja, ik hoop dat je het een leuke video vond. Heel erg bedankt voor het kijken. Als je nog steeds bent blijven hangen. En dan wens ik je een hele, hele mooie week toe. En maak er wat leuks van. Maak er wat moois van. En dan hopelijk tot de volgende.